ik de gasten en ook de vrijwilligers van de Zonnebloem vandaag welkom heten op het concert met Guido en Wendy Dieteren. Wat jullie niet weten, waarschijnlijk niet weten, dat we met dit concert al bezig zijn van 21 juni 2021. Daar is er 21. Daar is toen het coronatijd bijgekomen. En door die coronatijd hebben we natuurlijk iedere keer moeten uitstaan. En we zijn natuurlijk heel blij dat we dat nu, vandaag, maar ook al 6 september hebben kunnen organiseren. En dat is het andere punt. Toen wij de zaak wilden organiseren, dachten wij, de zaal mooi vol met dik 200 mensen. En dan hebben we een mooi concert. En wat bleek, toen we de inschrijvingen rondstuurden naar de afdelingen, dat er veel meer aanmeldingen waren als dat wij gewoon de eerste keer geplaatst zouden krijgen hier in de Bellegrimskerk. Vandaar 2 keer een concert. Nou, ik zal u zeggen, dat is niet gemakkelijk, want we hadden afgesproken met Guido 1 concert. Maar door de geweldige, welwillende manier van Guido, Wendy en ook Falco, hebben we vandaag een 2e concert kunnen organiseren om niet de mensen teleur te stellen. Want je moet je voorstellen als organisatie, als je meer dan 300 aanmeldingen hebt, je moet dan gaan aanwijzen wie er wel naartoe, maar wie er niet naartoe mag, is dat natuurlijk vreselijk. Dus we hebben het geluk dat we vandaag een 2e concert hebben kunnen organiseren. Dus vandaag heet ik de afdelingen Brunsumcentrum, Beekdalen Zuid, Beekdalen Centraal en Schinveld van harte welkom. Geniet van het concert. Het concert duurt ongeveer 3 kwartier. Dan hebben we pauze. We hebben voor jullie allemaal vla en koffie, zoals dat in Limburg gebruikelijk is. Ik vraag alleen de vrijwilligers, maar dat heb ik ook aan het schrijven aan de afdelingen gevraagd, om ons vanmiddag heel even te helpen bij het verdelen van de vla en de koffie aan iedereen. Daarna krijgen we een 2e gedeelte van het concert. Daar hebben we 2 mystery guests. Maar ik weet niet of jullie al weten wie het zijn, want binnen de Zonnebloem lekt het nogal sneller dan bij ons in de regering. Dat de mensen al weten wat er vanmiddag komt. Misschien zijn er mensen bij die weten wat er komt. Is dat niet zo? Laten jullie in de 2e gedeelte van het concert verrassen. En ik zou nu graag het woord willen geven, het muzikale woord, aan Wendy, aan Guido en aan Falco. Dankjewel.